Meneer Perquin, je bent de chauffeur of een chauffeur van de vele. Hoeveel? Ja. Elke dag is er een chauffeur of een dagdeel, morgen of middag. Mm-hmm. En er zijn wat reservechauffeurs en er zijn planners die dus de routes plannen. Die kun je dus gewoon bellen via het nummer van de site van de deelauto Triske. Moet je voor een bepaalde tijd reserveren? 24 uur van tevoren. 24 uur van tevoren? Ja. En jullie mogen met de auto door heel Smallingenland rijden? Ja, tot aan de grens. Ja, ja. Van Gooierhuizen tot Rottervallen, bij wijze van spreken. Ja. Maar we mogen bijvoorbeeld niet richting Beetserswaag naar Uitspanningen of over de grens. Dat is niet de bedoeling. Ja. Wat er veel gebruik van gemaakt? Ja, dat hangt van dag tot dag. Vandaag heb ik een makkelijke dag. Maar bijvoorbeeld morgen is het weer druk, want wij kunnen via een cloud systeem, het rittenschema is voor de hele week met de planner, wordt dat in de cloud geadministreerd. Dus ook een buitenstaander die mee wil, die kan al kijken welke ritten beschikbaar zijn of dat niet? Dat is alleen voor de planner en voor de chauffeurs. Aha. Die hebben toegang tot de cloud en de mensen die betrokken zijn van de deelraad hier, van het wijkdeelraadbestuur, die kunnen ook in de cloud. Mm-hmm. Maar wij kunnen dus daarin zien al of onze voorgangers, zeg maar van 's morgens of van de dag daarna, of die veel ritten heeft. En we proberen dus ook de auto, want ja, je gebruikt stroom. Ja. De afspraak is dat we de auto bij onze opvolgers zo vol mogelijk afleveren.